Pechtold wordt in 2005 minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij komt uit Wageningen, waar hij burgemeester is. Ik ben Alexander Pechtold, ik ben 39 jaar, ik woon in Wageningen, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. En u weet, ik heb een achtergrond als kunsthistoricus, veilingmeester, die niet misschien direct de opleiding is voor deze politiek. Maar ik ben altijd met een soort verbazing in de politiek, heb ik daarin gezeten. En die verbazing is mijn drijfkracht om dingen aan te pakken. D66-oprichter Hans van Mierlo ziet het wel zitten met Pechtold. Ik heb in hem vertrouwen. Pechtold is nog maar net minister als hij al een relletje veroorzaakt. Hij moet door het stof als hij afstand heeft genomen van een kabinetsstandpunt. Ik hou ervan om te denken en soms doe ik dat hardop. In 2006 wordt Pechtold gekozen tot lijsttrekker na een ledenreferendum. Alexander Pechtold. Op dat moment is D66 op sterven na dood met 3 zetels in de Tweede Kamer. Maar met Pechtold als leider volgt een reeks verkiezingsoverwinningen. We zien ernaar uit dat D66 voor de 5e maal op rij winst gaat boeken. Legendarisch zijn de vele botsingen met Geert Wilders in de Tweede Kamer. Jonge mannen van rond de 20 met baarden trekken vaak zingend door Europa. Wat is nou erger, een man met een baard of een vent met gekleurd haar? Wilders reageerde vandaag met deze tweet: adieu, Alexander.